De agenten komen zaterdagochtend af op een melding van buren. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, maar ze treffen de bewoner thuis aan met een mes. En dan gaat het mis. De man weigert zijn mes te laten vallen. Hij wordt neergeschoten. Met zijn laatste krachten stapt hij op de 23-jarige agenten af en steekt haar neer, voordat hij zelf in elkaar zakt en overlijdt. De agenten wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gaat zij er weer helemaal bovenop komen? Nou ja, goed, daar gaan we wel vanuit. We hopen uiteraard dat ze volledig zal herstellen. We zijn er nog lang niet, want fysiek gaat het de goede kant op. Maar je kunt je voorstellen dat zij natuurlijk mentaal al heel wat te verwerken heeft gekregen en nog moet gaan verwerken. En we zullen haar in allerlei manieren bijstaan om haar en haar familie daar bovenop te helpen. Buurtbewoners wilden dit weekend niet reageren voor camera. De afgelopen dagen zijn er wel bloemen neergelegd voor de deur van het huis waar het afgelopen weekend het drama zich afspeelde. Waarschijnlijk zijn die neergelegd door familieleden. Buurtbewoners zien ze liever verdwijnen, want hun gedachten gaan vooral uit naar de agenten die zwaargewond op hun stoep lag. Een overbuurvrouw, die longpatiënt is, zou zelfs nog haar zuurstoffles hebben aangeboden, naar eigen zeggen, om dat arme meisje te helpen. Omdat de politie Haaglanden heeft geschoten, doet de Rijksrecherche samen met de politie Hollands Midden het onderzoek. En zolang dat loopt, wil het Openbaar Ministerie weinig zeggen over de achtergronden van het incident. Ja, dat kan tot enkele weken, tot enkele maanden duren. Dat hangt vanaf wat er allemaal nog naar voren komt en wat er nog onderzocht moet worden. Maar het heeft jullie hoogste prioriteit in ieder geval? Zeker. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor alle betrokkenen en vandaar dat het prioriteit heeft. Zeker.